Yo, kijkers van IMT, vandaag gaan we weer verder met The End. Dus we gaan even kijken hoe ver we gaan komen in deze hele leuke wereld. Voor mij is het weer bijna 3 weken geleden dat ik het laatst ongeveer gedaan heb of zoiets. Dus voor mij is het weer even wennen aan de controllers. Ik kan nog herinneren dat ik hier echt heel veel moeite had in dat stuk. Sjoef. Oh, mispoes. Dit gaat een aflevering vol met vloeken, reetje en tieren worden. Deze levels best wel moeilijk aan het worden zijn. Soms kun je net niet even goed grip krijgen. Oh, wacht, voor mij snap ik al wat ik precies moet doen. Precies wat ik de eerste keer eigenlijk deed. Dus dit en dan... Hé, niet te snel. Dus dit en dan... Hier naartoe en dan even kijken. Oh, scheiße, dat gaat snel. Oh jee. Dat gaat nog heel lastig worden. Vooral moeite krijgen om hier weer omhoog te komen eigenlijk. Eens een keer proberen. Ja, het is te doen. Oké. Okay. Ook wel een strategy voor bedacht. Strategy. Oké, even aanloopje nemen. En dan gaat hij springen. Fantastifrikico. Wauw, een nieuw woord. Fantastifrikico. Houden we erin. Kijken. Ja, springen wij hier. Springen wij daar. Ah. Zo heb ik nog nooit eerder geweest. Nee! Ik wil even weten, hoe kan ik vanaf hier het makkelijkste... Oh, dat kun je gewoon halen met jumpen. Oké. Nieuw. Onwards. Hoppa. Zucht. Jump, appa. Never mind. Never mind. En we gaan naar beneden. En we gaan hier naartoe. Jezus Christus, wat ben ik noob zeg. Die 3 minuten 40, hoeveel ben ik ook al dood geweest? Ik heb echt geen flauw idee meer. Even diepe concentratie. Oké, we gaan zo naar beneden. Wat meer momentum. Oké. Oké, dat kun je dus gewoon halen. Ik was aan het twijfelen. Kan ik het halen, kan ik het niet halen? En twijfelen moet je niet doen. Vooral niet in deze game. Dan ga je gewoon echt dood. Kijk hoe ik deze garbage nog verder kan afmaken. Ja, nee. Oh. Jump. Het maakt niet uit dat het echt heel langzaam gaat, zolang ik het maar haal. Wat? Dan ga ik het gewoon door het blok heen. Oké, maakt verder niet uit. Het is gebeurd. Oké, pakken we deze jump. Pakken we proberen deze jump even zo heel netjes te pakken. En dit lukt wel aardig. Alleen die terugreis is echt gewoon het probleem. Ja. Goed gerecoverd. Die niet. Oké, die sleutel die pakken we op zich wel aardig makkelijk. Dat is in principe al helemaal geen probleem meer voor ons. Oké, die heeft niemand gezien. En tot hier terugkomen lukt ook nog wel aardig. Even kijken. Jump. Jump. I just gonna say jump. Oké, key.
Gotcha. Going down. Turn down. Wow. Daar lanceer ik mezelf. Op zich niet al te handig. Nope. Downwards to Mars. Nee, dat was de afgrond. Dat was dus het hoopje zout. Salty. En got that say not jump. Oké, gaan we hier naartoe. Zo. Not so. That was too bad. Oké, even diepe concentratie weer. Kan ik nou echt heel serieus die key niet meer aan kunnen raken? Even die controle anders houden. Een andere positie, dat iets ontspannender zit. Hop. Hop. Jump. Jump. Hop. Hé, hey, wacht, zover zijn we nog in één keer geweest. Nee! Ik had echt one job. Als ik weer terug naar boven wil, dan moet ik echt zo gaan gliden. Dat is echt zo ziek belangrijk. Oké, jump. 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 Hoppa. Oké, die concentratie, jongens. Nee, die was helemaal niet juist. Hoe deed ik dat dan zo net? Een paar keer oefenen. Oh zo. Echt gewoon heel laag springen. Echt tik, bam. Dat is hem. Dus tik. Dus eigenlijk gewoon heel simpel gezegd. Tik, spring. Tik, tik, tik. Met je controle eigenlijk. Dus even proberen. Tik. Ja, nou gewoon naar dezelfde kant toe blijven wijzen. Oké, duidelijk. Weet ik dat ook. Ik voel dat ik aan deze episode nog halen, dit level. Misschien zakt de moed toch iets te ver. Nou, mijn schoenen nu. ATM. Hoppa. Jump. Hoppa. Ja, nee. Scheiße. Dat eerste stuk, dat lukt me nog wel. Met die kettingzaag, met die tandwielen. Of... ja, die hakmessen, wat het ook zijn. Dat lukt me nog wel enigszins. Maar, dat stukje hierna. Naar beneden komen is gewoon geen challenge eigenlijk. Maar ja, het terug omhoog komen, dat is de challenge. En eigenlijk dat hele rondje moeten gaan lopen. Want je kunt ook geen enkele andere manier, kun je eigenlijk ook. En dat maakt het eigenlijk zo moeilijk. Nee. Zucht. Nee. Als je zo'n counter bovenin zet, dan is het echt gewoon ting, 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 ting. Ik zag er vanwege al zoveel bij Super Mario Maker had ook iemand zo'n level gemaakt. En dan echt aan het einde zo'n hele zieke, vervelende movement moet je maken.
Dus dan moet je dus het hele level, dus 400 seconden, moet je dus weer opnieuw speedrunnen. Om elke level überhaupt te kunnen halen. En dan in de laatste fase zit dus een hele moeilijke jump. En mijn telefoon staat niet op mute. Nou hoop ik niet dat hij gaat updaten. Want daar moet nog op staan ook nog. Oké, het is weer zover. Trucje wat ik dus net heb geleerd. Ja, hij staat dus op updaten. Fuck. Maar in ieder geval, ik heb hem nu gehaald. Ik ben helemaal klaar voor nu eventjes met Super Meat Boy. En die ziet echt hoe vaak het mis is gegaan. Moet je kijken dan. Dus heb ik dan een I+ gehaald, ja of nee? Please, zeg het van wel. Maar in ieder geval, ik ga de volgende episode... de volgende proberen te halen. Dus de volgende level, dus level 3. En dan smash ook zo die like eventjes. See all the dead boys. Ik heb het waarschijnlijk net gehaald binnen de tijdsperiode. Telefoon, hou op. Nou, gaat ook nog eens heel krap gaan worden. Zien. Net niet. Oké, maar in ieder geval. Laat even een like achter. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.